Corona heeft ervoor gezorgd dat een vrij grote groep vrouwen die zichzelf eigenlijk als progressief identificeert, die meer in die GroenLinks-hoek zit, want ze zijn heel erg tegen racisme en heel erg voor, ja, ook wel duurzaamheid, denk ik, en zo. En een beetje gezond eten en zo. Vroeger zat dat natuurlijk een beetje in die linkse, esoterische hoek. En door corona, opeens zat er iets tegen in hun afschuwelijk geprivilegeerde leventjes. En dachten ze, potverdorie. En die zijn allemaal in die fuik gezwommen van die complottheorieën. Want toen was opeens het verhaal dat je dus, ja, dat je een vaccin moest nemen. En dat willen ze niet, want hun lichaam is hun tempel. En ze kunnen dat niet recht praten, blijkbaar. Ze kunnen niet vertrouwen hebben in de wetenschap. Dus ze denken dan dat het een complot is. Iemand wil aan mijn lichaam zitten. En ja, dat moet de farmaceutische industrie zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal enge mensen op extreem rechts die ze dat influisteren. Die zeggen, ja, het is ja, zou het echt een instrument zijn geweest? Zou het iets zijn geweest? Dit is doelbewust getarget, deze groep. In Nederland wel, ja. Maar ook in Amerika hebben ze dat ook tuurlijk zo gedaan. Juist. Nee, maar kijk, wie zijn vatbaar voor extreem rechtse complottheorieën? Domme mensen. Ja, en dit zijn natuurlijk gewoon... zijn toch niet allemaal domme mensen? Nou, ja, wel ongeïnformeerd, ongeïnteresseerde mensen. Ja. Ja, dit zijn natuurlijk geen mensen en misschien die een beetje bang voor hun status om dat te verliezen. Omdat ze... Nou, gewoon, er zit gewoon heel weinig tegen in hun leven. Dus als er dan iets tegen zit, dan worden ze... Het zijn gewoon verwende mensen die dan heel makkelijk boos te maken zijn over maar een klein iets wat tegen zit. Maar is het nu niet na corona... Ja goed, helaas komt het allemaal weer een klein beetje terug. Maar ja, is het nu niet ook weer... Verschuift het weer wat? Zijn er wat peilingen waaruit blijkt dat dit weer een beetje gaat liggen? Ik denk dat... kijk, Thierry Baudet doet natuurlijk zijn uiterste best om elke fatsoenlijke kiezer weg te jagen. Laat geen kans onbenut om duidelijk te maken dat hij koekoe is. En anders doet Gideon of Pepijn of hoe heet al die incels in zijn fractie. Het gaat nu wel helemaal... Het zijn echt afschuwelijke mensen. Maar goed, helemaal mis, ja, heel veel van die vrouwen die zijn gewoon toch een beetje lost. Want die vinden elkaar in die online community. En die trekken ook naar elkaar toe. Je hoort ook wel verhalen van Amsterdamse vrouwen die dan zeggen van... ja, ik heb ook zo eentje in mijn vriendinnengroep. En die is gewoon, uit onze vriendinnen. Maar het is toch ook, het is gewoon heel asociaal. Toch, het is, je houdt je niet bezig met de samenleving, met de rest. Nee. Dus het is de titel van het boek van Roxane is heel goed gekozen. Het gaat het eigen welzijn eerst. Dus het gaat om mijn welzijn, mijn lichamelijke integriteit, mijn gezin. En ik ben alleen maar bezig, want dat was natuurlijk ook zo. Hè. In het begin was ook onduidelijk dat vaccinaties bijvoorbeeld zouden doen voor zwangere vrouwen. Of voor jonge meisjes die problemen hadden met hun menstruatie. Dat was onduidelijk. Ja. Op een gegeven moment werd duidelijk dat het helemaal niks kwaad kon. En dat je gewoon je moest laten vaccineren. Maar hebben ze ook nooit willen horen? Hebben ze nooit willen horen. Nee. Dus was er ook gewoon onduidelijkheid. Ja, dat is nou eenmaal zo bij iets nieuws en een nieuw vaccin. Maar die onzekerheid of dat idee van wantrouwen, dat hebben ze maar vastgehouden. En als je als jonge vrouw corona krijgt, heb je ook niet zoveel te vrezen. Dus ze denken gewoon, ik vind dat vage verhaal enger dan corona. Ja. Maar dan kom je dus bij eigen welzijn eerst. Dan denk je dus alleen aan jezelf, aan je eigen kinderen, maar niet aan de maatschappij als geheel. En dat is natuurlijk het grote probleem van deze tijd.